Ja, welkom iedereen bij alweer een nieuwe aflevering van de Good Nights Over Dreams TV. Ik ben Erik Hasselijn en ik vertel jullie iedere dinsdag een geschiedenis uit mijn boek Oog in Oog met Paramaribo, verhalen over het herinneringserfgoed. Vorige week heb ik het gehad over het monument van Surinaamse gevallenen van de Tweede Wereldoorlog en Harry Vos. Oorlogsheld Harry Vos. Ik heb dat verhaal ook op mijn Facebookpagina gezet. En ga ik het vandaag hebben over Monsieur Wulfing en de Melaatse inrichting Mayella in de stad Paramaribo. En ik heb dat verhaal weer kunnen reconstrueren dankzij veel kranten en veel boeken. Een aantal uit mijn handbibliotheek achter me genomen. Maar ik heb er ook een paar uit de bibliotheek. Hè. Een halve eeuw in Suriname. Over de redemptoristen. En daar vertel ik zo meteen wel wat over. Ik heb het geschiedkundige tijdtabel van Suriname weer goed kunnen gebruiken. Uiteraard de encyclopedie van Suriname is ook een belangrijke bron geweest. En wat heel mooi is geweest, 40 jaar Melaatse inrichting. Met heel veel foto's uit 1920, 1930 over de Melaatse inrichting. En dan zal ik zo meteen zal ik die tonen ook. Ja, Monsieur Wulfing zijn borstbeeld is twee keer onthuld. En de laatste keer was in 1969 op het terrein van de nieuwe Mulo-school, de Monsieur Wulfing School, is naar hem vernoemd in de Van Itzinga-straat. En de eerste keer, dat was op 21 november 1909 op het terrein van Mayella. En dat is onthuld door de pater Nedervorst. En samen met 60 patiënten ongeveer en de familieleden. En de verpleging was ook aanwezig. Ik heb helaas nooit kunnen achterhalen wie nou de kunstenaar van dit borstbeeld is geweest. Dus als er kijkers zijn die suggesties hebben of ideeën hebben, dan hoor ik die uiteraard graag. En dan verwijs ik of naar mijn website of naar mijn Facebook. Monsieur Wulfing is een redemptorist van de congregatie van de Allerheiligste Verlosser. En dat wil zoveel zeggen, dat is een stroming in de katholieke kerk. En zij brengen het evangelie bij de meest verlaten mensen op aarde in die tijd. En dat waren onder andere waren dat de Melaatsen. Hij komt in 1888 komt hij voor het eerst in Suriname aan. En hij reist eigenlijk gelijk door naar Batavia. Batavia is een moerasachtig dorp op 3 à 4 dagen reizen van de hoofdstad Paramaribo af. En daar wonen de Melaatse mensen van iedereen verlaten. Nauwelijks verpleging, slecht eten, slecht onderdak. Nou, en hij vindt het een verschrikking. Hij is helemaal in de war. En hij, een citaat... naar zijn woorden. Het gezicht der Melaatse is verpletterend. Hun stem gaat door merg en been. Zo ooit, dan heb ik bij het gezicht van die plaats van ellende geweend. Nou, en dan besluit hij op dat moment, er moet een Melaatse richting Mayella komen in de stad. Niet ver van hun familie af. Dat ze kunnen, dat familieleden op bezoek kunnen. Kunnen komen. Hij gaat een actie beginnen. Belangrijk op een gegeven moment is een legaat die hij krijgt. Een legaat van 20.000 gulden uit Nederland. Nou, en daar koopt hij in 1895 een gebouw aan de Gravenstraat nummer 68. En dat is met een terrein, met een erf van ongeveer 10 à 11 ketting. En één ketting. Een onofficiële eenheidsmaat is dat, is 20,75 meter. Dus dat is ruim 200 meter diep. Nou, dat is,
Dat is een enorm groot terrein. En dat loopt over de Van Sommeldijkse Kreek. En bij de Van Sommeldijkse Kreek komt de ingang. Hè. Daar komt een brug overheen, een houten brug. In eerste instantie, later wordt het steen, maar in eerste instantie een houten brug met een hek. Waar de mensen dan overheen heen kunnen als ze toestemming hebben. Uit Tilburg laat hij de liefdezusters komen, de liefdezusters van Tilburg. En die zorgen dan voor de verpleging. En op 16 oktober 1895 opent Majella voor het eerst de deuren voor de eerste drie en vier Melaats. En dat Melaatsheid een groot probleem is in Suriname. In die tijd, hè, 1895, zijn er meer dan 3000 Melaatsen geteld. Dus het was hard nodig dat die goed opgevangen zouden worden. Monsieur Wulfing laat huisjes bouwen, onderkomen bouwen voor de zieken. Hij laat een mooie kerk laat hij erop zetten. Maar, en dat is niet het enige wat hij doet, maar hij zorgt er ook voor dat ze kunnen sporten, kunnen voetballen, dat er een naaiatelier komt, dat er een speelplaats komt, dat er weiden zijn waar ze vee kunnen houden en dergelijke. Er is nog een oude plattegrond bewaard gebleven van de Majella-inrichting. En die geeft aan wat voor uitgestrekt terrein dit wel en niet is. Goed, in 1906 vertrekt Monsieur Wulfing naar Nederland. Hij is erg ziek. Ondergaat een zware operatie in Nederland. Maar hij wil echt naar Suriname terug. Op 5 april 1906 is hij aan boord van de Prins Willem IV. En daar overlijdt hij. Hij krijgt een hartstilstand en overlijdt. En ze hadden rekening gehouden met het overlijden. Ze hebben zijn lichaam aan boord. Hij wilde geen zeemanschap krijgen. Ze hebben zijn lichaam aan boord gebalsemd. En in extra grote lijkkisten gezet. Vanwege lijkgas. Hij komt aan op 21 april 1906 in Suriname. Daar wordt hij onder enorme belangstelling wordt hij begraven. Hij krijgt al later in 1909 het borstbeeld. De Majella-inrichting gaat gewoon door tot 15 februari 1964. Dan is de Melaatsheid in Suriname voor een heel groot gedeelte onder controle en sluit de Majella de deuren. En wat is er nou nog over van Majella? Dat heb ik eerder al even laten zien. Dat is het oude kantoorgebouw, dat staat er nog. Maar, en dat is ook heel bijzonder, er bestaat nog iets anders. En dat is helemaal ingebouwd tegenwoordig. Allemaal kantoren staan er omheen, laagbouwkantoren. En een ander deel van het terrein is van een private projectontwikkelaar. Uiteindelijk heb ik toch nog iets weten te ontdekken door sluit door kruip door op dat terrein te lopen en toestemming te krijgen. En wat heb ik gevonden? De oude Majella stenen brug. Die is achter mij. Nu in de foto staat naast mij. Goed, dit was het. Bedankt voor het kijken. Het is oktober, de maand van de geschiedenis. Oog en oog een paar Mabo verhalen over het herinneringserfgoed. 111 interessante en bijzondere verhalen over Suriname en over Paramaribo. Bedankt. Tot volgende week dinsdag. Dan ben ik er weer. En ondertussen zou ik zeggen, like, volg en deel het YouTube kanaal van The Good Night Show. Dan hoef je nooit meer iets te missen op het gebied van cultuur, entertainment, film, eten en natuurlijk van 111 geschiedenissen van Paramaribo en Suriname. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.